Ja, 13 september hadden we hem ook al aan de telefoon. Toen was net zijn nieuwe nummer uit, Het Lied Over Mij. Inmiddels ligt de volgende nummer alweer klaar. En afgelopen week heeft hij zijn clip opgenomen. Ik heb het natuurlijk over René Kast. René Kast, goedenavond. 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 Alles goed met je? Ja, ik mag niet klagen. Ik ben wat laat thuisgekomen, dus ik zat nog even een beetje te eten. Oké, okay. Nou, eet smakelijk. Ja, dankjewel. Ik heb het even weggezet nu. Oh. Hey, leuk dat je even tijd hebt voor een telefonische interview. Altijd, hè? Want je hebt aardig druk, of niet? Ja, ik ben... weet je, elke artiest heeft het natuurlijk druk. Alleen, het is maar net even hoe druk je het jezelf ook wilt maken. Maar ik ben wel een Pietje precies die het allemaal goed voor elkaar wil hebben. Dus ik ben vandaag op pad geweest. Ja. Nog de hele dag naar Volendam om nog wat echte oer-Hollandse beelden te schieten en zo. Dus ik heb nog een beetje druk gehad vandaag. Nou, dat is ook voor je clip. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, afgelopen... Morgen de laatste hand aan de montage en dan morgenavond denk ik dat ik de clip zo'n beetje online kan zetten. Oké, okay. Oh, dat is wel aardig snel dus. Ja, dat kan mooi snel gaan. Ja, ja, want afgelopen week kreeg ik in de mailbox jouw nieuwe nummer Hollanders. Een fris nieuw geluid, zo stond erbij in het persbericht. Je hebt veel nummers gemaakt en geschreven. Waarom is dit dan een fris nieuw geluid? Een fris nieuw geluid, omdat ik van producer ben gewisseld. Oké. Okay. En dat neemt niet weg dat ik met mijn oude producer nog steeds heel goed kan. En daar ook wel niet uitsluit om daar nog wel weer mee te gaan werken. Oké. Okay, ja. Maar ik vond het tijd worden voor even wat anders. En dat is ook wel eens goed. Ik weet, ik vergelijk het altijd als je een stukje land hebt waar je altijd maar dezelfde aardappelen op gaat verpoten. Ja. Dan moet je na een aantal jaren moet je een keer naar wat anders toe om gewoon ook eens een keer even te kijken hoe dat gaat. Ja, dat klopt. Ja. En zodoende ben je ergens anders heen gegaan. Ja, en ik vond het wel een fris nieuw geluid. Ja. Nou, dat is mooi. Ja. Ze stond er ook bij. Er is altijd wel iemand waarmee je het glas wil heffen. Ben je een echte kroegtijger? Nou, misschien wel al geworden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik vroeger helemaal niks had met bier. Nee. En dat ze nu eigenlijk elke clip mij met een biertje in de hand zo'n beetje zien. Dus verstand komt met de jaren, zeggen ze dan. Ja, ja, precies. Ja. Maar waarom vroeger niet dan? Nou, ik vond het nooit lekker. Ik snapte niet dat men van gerst en water zoiets kon maken als bieren, dat het dan anders zo smerig smaakte. Oh ja, ja. Dus ik vond het gewoon echt niet lekker. Ik had veel meer met sinaas en met cola en met cassis, maar ik had niks met bier. Ook geen mixjes of zo? Nee, ik vond het niet zo. Het was niet mijn ding. Nee. Nee, dus ik... Ja goed, dat kan, hè? Wat dat betreft altijd me heel keurig gedragen. Ik was ook altijd de Bob. Oh ja, dat is dan makkelijk inderdaad. Maar ik ben nu aan het inhalen, zeg maar. Ja, ook niet heel gezond, maar... Nee, maar dat is natuurlijk maar gek. Dat ik nu wel gewoon een biertje drink en dat ik dat ook gewoon wel heel erg lekker vind. Maar, ja, precies. Ja, je moet er toch aan wennen op een of andere manier, hè? Ja, en dan ben ik toch benieuwd. Welk bier vind je dan het lekkerst? Mag ik dat bij jou de omroep gewoon roepen? Ja hoor, bij mij wel. Nou, dan doe mij maar Hertog Jan, dat vind ik toch wel lekker. Ja, ja, dat snap ik wel. Ja, ja. Ja, en een ijskoude Heineken vind ik trouwens ook wel lekker hoor. Die echt hele ijskoude. Ja, daar gaat het mis. Daar gaat het mis? Ja. Oké, okay. Nou ja, goed. Nee, kijk, als ik dan naar de Zwarte Cross ga, dan weet je wel wat ik anders drink. Ja, Grols. Ja, natuurlijk. Maar ja, je hebt bier en je hebt Grols, dus Grols is geen bier. Nee, dat is Pils. Goed, daar gaat het naartoe. Ja, precies. Je nieuwe nummer staat klaar om uitgebracht te worden. Vertel eens iets meer over het nieuwe nummer. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik met de tekst nogal aardig heb lopen stoeien. Ja. Ik ben wel iemand die vindt dat eigenlijk iedereen gelijk is. En dat houdt in dat wanneer je nou rijk bent geboren of arm bent geboren, je bent allebei zonder kleren geboren en je bent dus gewoon een mens. Mm-hmm. En of je nou links bent of rechts of voor of tegen of wat dan ook, we kunnen alles over elkaar roepen, maar je bent gewoon een mens en je bent een Hollander. Ja. En daar zouden we ons wat meer naar moeten kijken. Dat je gewoon, wat voor kleur je ook hebt, of je nou zwart bent of wit, je bent een Hollander. Ja. En dat vond ik een onderwerp waar ik graag een keer een lied over wilde maken. En ik heb daar toch ook wel een beetje een dubbele bodem in. Dat ik vind dat ook bijvoorbeeld de radio... Mm-hmm. Kijk, of je nou uit Volendam komt of je komt uit Drenthe. Ja, ja. Ik vind dat je daar geen onderscheid in moet maken welke artiest je wel of niet draait. Nee. Nee, want daar wil ik het inderdaad met je over hebben. Want je bent afgelopen week met gladheid ben je trein gepakt en ben je naar Hilversum gegaan. En je hebt inderdaad, ze stond op RTV Drenthe, dat je een... Hoe stond het precies? Nou, ik vind dat een radioomroep, een publieke omroep, heeft ook te luisteren naar het publiek. Ja. En ik vind dat wanneer je in Hilversum 6 verschillende publieke omroepen hebt en die allemaal met ons
belastinggeld betaald worden, mm-hmm. dan is de baas van die publieke omroepen is het publiek. Mm-hmm. En ik vind dat het publiek bepalen kan wat een werknemer van hem op dat moment moet doen. Dus ja. als jij ergens werkt en je baas zegt van joh, je moet de etalage even veranderen, mm-hmm. dan moet je dat doen. Als jij dan zegt van ik doe het niet, nee, precies. heb je een probleem. Ja. En zo vind ik dus ook dat in Hilversum, mensen moeten daar eens een keer wakker worden. We betalen er zoveel miljoenen aan ja, om in Hilversum radioomroepen in de benen te houden. Ja. Ik vind dat die op zijn minst 35% Nederlandstalig moeten draaien op Radio 2 bijvoorbeeld. Ja, nou goed, ik ben het met je eens. Was toen ook was inderdaad vorig jaar ook een stukje in de krant dat de radiostations minder Nederlandstalige muziek draaiden. Nou, ik vind het schandalig, echt waar. Ja. En ik ben ook van mening, en ik ga het ook naar buiten brengen hoor. Dat, vanaf morgen breng ik een persbericht uit waarin ik dit nog een keertje dunnetjes over ga doen. Mm-hmm. Wat ik dus nu al met jou bepraat, dat heb ik morgen als persbericht op alle persbureaus liggen. Oké. Okay. Ik vind gewoon echt dat het schandalig is dat een publieke omroep niet luistert naar het publiek. Ja, inderdaad. Ik ben het met je eens. En dan zullen ze zeggen van, oh god hoor, René Kars wordt niet gedraaid op de radio. Nou, weet je, ik steek het ook nog niet om stoelen of banken dat het ook gewoon zo is dat het ook mij kan helpen. Ja. Maar ik vind ook dat het alle andere artiesten die Nederlandstalig zingen, dat die gewoon op moeten staan en gewoon een vuist moeten maken tegen Hilversum. Want Hilversum is gewoon toe aan wakker geworden en dat ze gaan luisteren naar het publiek. Ja, dan mis je toch wel een beetje de oude Radio Veronica. Nou ja, weet je, we hebben natuurlijk een beetje in Nederland de cultuur dat hetgene wat het volk wil, dat moeten dan ineens publieke omroepen op gaan pakken. Of ja. Dat moeten niet publieke omroepen, dat moeten commerciële partijen op gaan pakken. Kijk, als we een Radio NL hebben, dat luistert echt naar het publiek. Ja, ja, dat klopt. Dat heeft Nederlandstalig. En ik vind dat een goede omroep is. Ja. En dat is waar Hilversum helemaal de boot in gaat. Ja, inderdaad. Dus nou, daar ga ik morgen nog wat over roepen. Dus morgen zal de hele wereld al over me heen vallen. Maar het interesseert me helemaal niks. Morgen allemaal haatmails en zo. Nou, ja, weet je, ik kreeg nu al te horen van Radio 2 mensen toen daar de single uitgedeeld werd. Oh, dat is die jongen die zo fel is tegen Radio 2. Ik zei, nou, ik ben niet tegen Radio 2. Nee. Ik vind dat het werk wat ze doen, dat ze gewoon geen goed werk doen. Nee, precies. En daar blijf ik bij. En ik wil daar ook met elke redacteur en elke directeur van de radio en van de FBO, wil ik daar rustig mee in discussie. Want ik lust ze rauw. Ja. En, René Kars komt los hoor. Nou ja, nee, maar begrijp me goed. Ik vind gewoon dat wanneer je dan een publieke omroep bent en je leeft in Nederland en je spreekt hier de Nederlandse taal, dan heb je ook nog een beetje een plicht om ook als radio die Nederlandse taal hoog te houden. Ja, nou, en dat goed. Gebeurt in Frankrijk en dat gebeurt in Duitsland. Ja. Dus waarom kan dat niet in Nederland? Ja, nee, ik begrijp je helemaal. Ja, goed. Ik heb ook een Nederlands taalprogramma, dus op zich. Maar dan ben je afgelopen week met de gladheid heb je de trein gepakt en ben je naar Hilversum gegaan. Wat heb je daar precies dan gedaan? Nou, ik kan het wel een beetje uitleggen hoe dat werkt. Je brengt als artiest breng je een single uit. Ja. En daarna mag je op audiëntie komen bij de discjockeys, de mensen van de radio. Oh ja, ja. En dat zeg ik dat ik daar dan mag komen. Dan mag ik niet eens komen, want dan gaat je plugger naartoe. Dus ik moet iemand inhuren. Die woont in Hilversum en die doet niet anders dan pluggen. Ja. En die gaat dan aan de tafeltjes langs waar al die mensen van de radio zitten. Die legt een cd'tje op tafel en zegt, nou, dit is de nieuwe René Kast. Maar mijn plugger die moest die dag beginnen met pluggen van dat liedje. Ja. Van mij dus. En ik moest er dus morgens naartoe, want om 11 uur zou zij beginnen. Dus ik heb om 11 uur zeg maar haar de cd's overhandigd en toen kon zij aan de slag. Oké. Okay. Dus zodoende moest je daarheen? Ja, nou, het was natuurlijk hartstikke glad hier. Nee, ja. Dus ik kon eigenlijk niet weg. Dus ik kon met mijn auto de straat niet uitkomen. Dus ik ben naar het station gelopen. Ik ben in het station op de trein gestapt en toen ben ik naar Hilversum gereden. Ja, want de treinen reden gewoon op tijd, toch? De trein reed op tijd, ja, het is een wonder. Ja, precies. Ik schrok er ook even van toen ik het hoorde. Maar het was wel zo, ja. Ze reed op tijd. Nou, om even terug te komen op het nieuwe nummer. Het idee is dus ontstaan, zo stond ook in het persbericht. Het idee om het nummer Hollanders te schrijven kwam bij de zanger-componist op nadat er tijdens een sportevenement weer een tribune vol met oranje supporters zat, die als één man achter onze Nederlandse supporters ging staan. Dat geeft zo'n trots gevoel. Inmiddels zijn er geen 15 miljoen mensen, maar 17 miljoen mensen in dit land. En dat
het tijd wordt voor een nieuw nummer. Bedoel je hiermee 15 miljoen mensen dat nummer van Fluitsma en Fortuin uit 1996? Of? Daar bedoel ik daar wel een beetje mee. Het is Fluitsma en Fantijn. Maar Fluitsma en Fantijn hebben toen een liedje geschreven toen we 15 miljoen mensen in Nederland hadden. Ja. En inmiddels zitten we bijna op 16.900.000 hebben we op dit moment. Dus we zitten bijna op 17 miljoen mensen in Nederland. Ja. Dus in 2 jaar of in 200 of 2 miljoen mensen zit gewoon ook een verandering van de Nederlanders en van hoe Hollanders in elkaar zitten. Ja, ja. En ik had zoiets van, nou, ik vind het wel weer eens tijd worden voor een nieuw lied waar je trots op kunt zijn als je Nederlander bent. En als ik dan, want ik ben zo'n sentimentele klootzak, dat ik dan voor de televisie zit. Ja. En dat ik dan op dat moment, dan zie ik iemand, ik noem maar wat, de 10 kilometer winnen met schaatsen. Mm-hmm. En dan gaat die vlag die gaat in top en dan begint dat Wilhelmus te klinken. En dan begint zo'n meisje die dan die 10 kilometer gereden heeft, die begint dan met het onderlipje een beetje zo te trillen, zo van alsof ze wil gaan huilen. Ja, ja, ja. Nou, dan kun je mij wegdragen, dan jank ik net zo hard mee. Ja? Ben je een gevoelige man? Ja, dan ben ik heel gevoelig voor. Ja. Ik vind ook dat ik dan ben ik trots dat ik een Nederlander ben. En dan ben ik dan, ja, dat vind ik gewoon mooi. Dat is een gevoel wat je hebt, hetzelfde als dat we met Nederland zelf al een goede wedstrijd spelen. Dat is lang geleden. Ja, ja. Ja. Maar het is wel zo dat je dan gewoon een gevoel hebt. Dan gaan we allemaal oranje gaan we zitten kijken. Rood en blauw op onze wangen en rare hoedjes op. En we zijn helemaal compleet gestoord. Ja, dat klopt. Tuinversieren. Dat zijn wij, de Nederlanders. Ja, ja, dat klopt. En daar mogen we wel best wel trots op zijn. En, nou ja, zo is dan zeg maar een beetje dat liedje ontstaan. Oké. Okay. Maar ja, dat nummer, 15 miljoen mensen, is natuurlijk wel eigenlijk best wel een hit geweest. Ja. Ja. Wordt dit dan ook zo'n hit? Ja, dat ligt aan alle Hollanders. Ja. Kijk, laat ik heel eerlijk zijn. Dat is wel waardoor ik ook gewoon elke keer weer aanloop tegen dat Hilversumse gedonder. Ja, ja, ja. Dat daar geen mogelijkheid is. En ze denken ook nog dat ze het goed doen, hè? Want niemand geeft ze tegengas. Nee, dat klopt. Nee. En ik vind gewoon dat er nou eens tegengas moet komen. En ik moet wel eerlijk zeggen dat ook een Gordon bijvoorbeeld hier echt mee bezig is om daar de boel wakker te schudden. Ja. En je kunt van Gordon alles vinden. Ja. En je kunt ook zeggen dat hij het ongenuanceerd doet. Maar hij zegt het. Hij zegt het misschien wat te extreem. En hij moet erop terugkomen op bepaalde dingen. Maar hij heeft wel gelijk. Ja, precies. Ja, goed. Voor je eigen mening uitkomen is nooit erg, lijkt mij. Nee, maar goed, kijk, hij kan het makkelijker zeggen dan ik het kan zeggen. Ja, ja, dat klopt. Ik denk niet meer dat hij hoeft te werken en dat moet ik nog wel. Ja, ja, nee, dat is zo. Hij heeft natuurlijk wel iets opgebouwd. Ja, nou ja, hij zit natuurlijk daar in het Gooi. Ik zit hier in Drenthe. En ik merk gewoon dat ze ons hier niet serieus nemen. Nee, nee, ja, zoals je zei, volgens mij een provinciale. Ja, ze noemen ons provinciaaltjes hier. En, weet je, als ergens in Hilversum een dom figuur in een politieserie hebben, dan spreekt hij Drents. Ja. Dat doen ze net alsof het een boertje is, weet je wel? Ja, ja, ja. En ik ben er klaar mee. Ik vind gewoon echt dat Hilversum eens een keer gewoon na moet denken over wat ze hebben gedaan de afgelopen 30 jaar. En ik vind dat het nu 30 jaar de andere kant op moet gaan. Ja, ja, nogmaals, ik vind dat ook. Heb je nou, ja, je zei al, je hebt een beetje reactie gehad van de radio's. Van de gewone mensen dan? Nou ja, de radio's waren hier en daar nog een klein beetje, Dat ze zeiden van, ja, nee joh, denk aan je hart en doe rustig aan. Want stel je voor dat je zo druk blijft maken, dat is niet goed voor een mens. Ja. Maar bij het publiek had ik er een paar tussen zitten, die waren er negatief over. Oh? Want die vinden dat ik me niet moet bemoeien met de inhoud van programma's. Ja. En nou, eigenlijk was 95% was positief tot zeer positief. Oké. Okay. Tot zeg maar dat ze echt gewoon helemaal klaar waren met Hilversum. En kijk, het is gewoon waar dat wanneer je dus in Hilversum gedraaid moet worden, nou, dat ze doen het daar gewoon niet. Nee. Dat is 5% wat ze draaien op Hilversum, en dan bedoel ik nu even Radio 2. Ja. 5% is Nederlandstalig. Oh ja, nou dat is inderdaad niks. En ik kan je vertellen, dat zijn 10 tot 15 verschillende artiesten. Die worden dan wel steeds gedraaid. Ja, ja, ja. Maar de rest van Nederland, dat zijn allemaal mensen die kunnen geen muziek maken. Nee. Maar of het zo lijkt. Maar ligt het ook niet aan bijvoorbeeld, ja goed, het geld? Zou er niet geld in gestoken worden? Waarin? Nou, dat artiesten bijvoorbeeld, zoals de artiesten uit Volendam, dat ze geld betalen om gedraaid te kunnen worden.
Ja, die kans zit er best in. Ik geef dat best wel... Dat gaat ook in mijn hoofd wel om als ik sommige dingen op televisie zie. Ja. Dat ik denk van, gaan we nou alweer met een cameraploeg mee met Nick en Simon naar Amerika? Leuk! Ja. Maar ga nou eens een keer met een ander artiest mee. Zorg dan ook dat je Nederlandse artiesten kunnen groeien. Ja, precies. En dat is dus wat niet gebeurt en waar ik me vreselijk over kan opwinden. Ik snap je. Je wil ook gewoon gedraaid worden, zoals andere artiesten. Ik doe net zo goed mijn best en ik weet zeker dat mijn producties die ik maak, ja, die zijn qua productie in net zulke goede studio's opgenomen als wat het hele Volendam doet. Ja. En alle andere artiesten, want neem maar van mij aan, het gaat echt niet meer om wie je bent, maar het gaat om wie je kent. Ja, dat is zo. En daar moet verandering in komen. Ik vind dat iedereen een kans moet hebben. En wanneer je op Radio 2 verplicht wordt om 30% of 35% Nederlandstalig te gaan draaien. Ja. Als je dat verplicht wordt, dan moet ook Radio 2 ineens wakker worden en wat gaan doen. Ja. Want ze doen te weinig. Ze moeten dan ineens op pad om nieuwe artiesten te ontdekken. Hm. Ja, dan is ik vind dat het gewoon tijd wordt dat dat gebeurt. Ja, en dan is het goed dat het wat verteld wordt. Ja, dan moeten we gewoon echt met elkaar over praten. Ja. En weet je, ik heb niks tegen Radio 2 en ik ben blij dat we publieke omroepen hebben. Mm-hmm. Maar ik ben wel tegen de manier zoals zij denken dat ze de programma's moeten maken. Ja, precies. Ja. Dat is duidelijk taal. Het wordt een politiek praatje met z'n tweeën. Zo. Of niet? We gaan een politiek programma beginnen hier. Nou, ik kan je wel vertellen, ik denk dat ik deze week heel vaak op deze manier aan de telefoon zal zitten. En dat vind ik een leuke generale repetitie om dat bij jou te doen. Ja. En ik zal het verhaal van de week niet anders vertellen. Maar ja, het is wel zo dat ik ben vrij lustig en ik denk dat we gewoon moeten zorgen dat we met elkaar een vuist maken als Nederlandstalige artiesten. Want we hebben zo'n mooie taal. Ja. En er worden zulke mooie liedjes in geschreven, maar ze krijgen gewoon echt de kans niet. Nee, dat klopt. Dat vind ik ook. Ja? Ja. Dus vandaar, Hollanders, sta op en zeg wat en probeer in ieder geval met mij, ja, nou, die strijdbijl op te pakken en toch te kijken of we Hilversum wakker kunnen maken en om kunnen gooien. Ja, voor Nederlandstalige muziek op de publieke omroep. 100%. Ja, je nieuwe nummer dus, waar wij voor bellen, Hollanders. Ja. Je zei, waarschijnlijk komt morgenavond de clip uit. Waar is die clip opgenomen? Nou, op verschillende plekken. Kijk, het lied is natuurlijk, als je het refreintje hoort, kom we heffen het glas op wat is en wat was. We zijn allemaal mensen, soms groot en soms klein. Iedereen is gelijk en we vieren het omdat we allemaal Hollanders zijn. Ja. Dat zijn eigenlijk toch, als je dat glas dan hebt met elkaar en je doet dat niet in een kroeg, dan klinkt dat en dan staat het er eigenlijk een beetje stom. Dus we hebben dat refreintje hoofdzakelijk opgenomen in een kroeg. Oké, ja. De rest van de beelden zijn misschien wel net over de top Hollandse beelden. Dus kaas, tulpen, molens, schaatsen, wielrennen of fietsen, zeg maar. De echte oer-Hollandse dingen. Vandaar ook dat op mijn hoesje een stroopwafel staat. Ja. Ja, dat is inderdaad een leuk hoesje. Ja, ik denk dat iedereen heeft zoiets van stroopwafel. Wie gaat er nou stroopwafel op zijn hoesje zetten? Nou, dat doe ik. En ja, het is, ik had er ook een bitterbal voor op kunnen zetten. Dat is ook echt Hollands. Ook Hollands, ja. Hagelslag. Maar ik heb zoiets gezegd van, nou, we gaan gewoon lekker met oer-Hollandse over de top dingen gaan we dat clipje mooi volstoppen. Dus vandaar dat ik vandaag nog even naar Volendam ben gereden om daar de dijk ook nog eventjes op te nemen met film. Ja. En we gaan dat ook voor een deel gebruiken in de clip. Ja, dan ben ik benieuwd. Heb je dan dezelfde opnames gedaan? Of want je bent ook een opnemer, hoe noem je dat? Ja, een clipmaker. Ja. Ja. Ja, want je hebt inderdaad ook clips van Hart 10 gemaakt. Heb je dit dan ook zelf gedaan? Vandaag heb ik zelf gefilmd. Ja, ja. Dat heb ik vandaag zelf gedaan. Kijk, als ik aan het zingen moet, dan is het wat lastig om mezelf ook te filmen. Ja, precies. Dus dan heb ik een andere vriend van mij die dan ook videoclips van mij maakt. En die maakt dan de opnames als ik dan mezelf niet kan opnemen, zeg maar. Oké, ja. Maar vandaag ben ik op pad geweest en heb ik de opnames zelf gemaakt. Heb je alleen gedaan, oké. Ja, want je zei inderdaad een stroopwafel voorop. Er was nog even, hoe heet dat? Je zou of een Delfsblauw tegeltje doen, of niet? Ja, ja. Of inderdaad dus die stroopwafel. Ja. Ja, waarom dan niet dat Delfsblauwe dingetje? Nou, eigenlijk is het een keuze geweest van het publiek, hoor. Ik heb allebei de hoesjes heb ik gemaakt. En ik heb ze allebei op internet gezet. Ja. En toen heb ik gewoon mensen laten reageren.
Okay. En nou, ook weer driekwart van de mensen zeiden van, voor mij moet je zo wachten. Dat is echt Hollands en dat tegeltje is toch wel een beetje afgezaagd, want ja. Dat zie je tegenwoordig ook met die oud-Hollandse streukjes allemaal op internet verschijnen en zo. Dus ja, dat moet je denk ik niet doen. Dus iedereen, driekwart van de mensen zeiden echt van, doe die stroopwafel maar. Dus nou, toen heb ik dat gewoon gedaan. Ja, gewoon doen. Ja, nu, gewoon ja. Doen. Dan heb je een mooie gitaar beplakt. Ja. Zag ik op Facebook staan toevallig. Ja, ja. Ik heb mijn zwarte gitaar met allemaal stroopwafels beplakt. Ja. Om nog een keer het hele verhaal een beetje luister bij te zetten. En goed, mensen snappen het verhaal. Een beetje het nog duidelijker maken, nog een beetje het erop leggen. Ja. Komt er nog zoiets als een singlepresentatie? Of? Nee, ik ben niet zo van de singlepresentaties. Okay. Ik vind altijd een singlepresentatie vind ik een verkapt feestje geven. Ik heb zoiets van, ik kan het geld wat dat kost, kan ik beter stoppen in een goed stukje promotie. Oké. Okay. Of in een goede clip, of in een goede hoes, of in een goede opname. Ja. Dan dat ik dat in een feestje doe voor... vaak zijn het toch de 100 familieleden en kennissen die dan bij jou komen. Maar die wil je ook niet allemaal laten betalen. Dus nee. Weet je, het kost altijd geld, dat soort dingen. Ja, dat klopt. En mensen die mij een beetje kennen, weten dat ik een beetje anders ben dan anders. ik probeer het dan toch op een andere manier te doen. Ja. Ik denk dat een single op zichzelf... zou moeten kunnen staan en de kracht van de single maakt of het een hit is of niet. Ja. En dat doet niet een presentatie. Nou, ik hoop voor je dat het goed aanslaat, dit nummer. Ja. Ik heb hem inmiddels ook inderdaad klaarstaan. René, goed, waar kunnen we jou nog boeken? Nou, ik heb een boekingskantoor dat zit in Nijmegen. Dat heet Lucas Producties, dat zit in Nijmegen. Daar kunnen mensen mee boeken. Okay. En als ze daar niet uit kunnen komen of ze kunnen het zo snel niet opschrijven, nou, Google dan maar gewoon even René Kast. En dan komt vanuit de site of bij mijn Facebook. En ik ben wat dat betreft hartstikke makkelijk bereikbaar. En ik kom graag optreden. Kijk, dat horen we graag. Een artiest die graag wil optreden, toch? Dat bedoel ik. Een plezier erin hebben. Zo is het. René, mag ik jou bedanken? Dat is goed. En we spreken elkaar snel, hoop ik weer. Mag ik jou bedanken voor het draaien van mijn nieuwe plaat. En draai hem nog maar flink. En laten we met elkaar er maar voor gaan. Nou, dan zaten we het glas erop even. Goed zo, doei. Hey René, tot de volgende keer. Yo. Dit is nieuwe muziek op Noze FM. Maar wel altijd gelijk in een land vol verschillen, van haring tot pillen, waar we allemaal schelden op arm en op rijk. Kees de Vries, vrijgezel, achter het glas, blonde Nel. Dus we heffen het glas op wat is en wat was. We zijn allemaal mensen, soms groot en soms klein. Iedereen is gelijk. We vieren het, omdat we allemaal Hollanders zijn. We zijn niet meer en niet minder, apart of bijzonder. Niet donker of blonder, niet wit en niet zwart. En we schaatsen op schaatsen en fietsen op fietsen. En we hebben dezelfde kleur van het hart. Directeur, koffieshop, Volendam en de Bob. Dus we heffen het glas op wat is en wat was. Met je buik net te dik en je beurs net te krap. Iedereen is gelijk en we vieren het, omdat we allemaal Hollanders zijn. Nieuwe muziek op Noze FM. Oud, we zijn jong, met het hart op de tong. In het land van de voice, iedereen op tv. Iedereen, zing maar mee, zing maar mee. Dus we hebben.
dat we allemaal Hollanders zijn. Hollanders van René Gast. Mocht je nou het interview gemist hebben, niet getreurd. Komt weer op Facebookpagina te staan. En natuurlijk daar komt weer... op Facebook komt de YouTube-link te staan. Want op YouTube komt het te staan. Ja.